besluitvormende vergadering. En dat is de vergadering waarbij de hamerraad toegepast wordt. Dat wil zeggen dat er alleen maar stukken komen die alleen maar afgetimmerd worden. Hooguit en enkele keer iets gezegd wordt. Maar er staat nu maar één agendapunt, dacht ik op, of misschien twee. Maar dat zal dus niet veel tijd gaan kosten. Dat betekent dat er daarna nog een korte pauze zal zijn, want om 7:15 dan begint pas de oordeelsvormende vergadering. En dat betekent dat in die pauze, heb ik begrepen, een aantal optredens zijn om de aandacht van de raad te trekken. Door mensen van de muziekschool, van de dans en van de harmonie. Dus dat wordt nog een heel intermezzo. Mocht er nog even tijd zijn, dan proberen wij ook nog een interview in die tijd te doen. Maar dan moet het niet al te veel kabaal zijn. We wachten het af. Zoals ik al zei, er is ook een oordeelsvormende vergadering en daar staan twee agendapunten op. En het allereerste agendapunt, dat is het maatschappelijk vastgoed Goorle Centrum. En daar is al ontzettend veel over te doen geweest. En in wat begrijpelijkere taal zou je kunnen zeggen, wat gaat er nou eigenlijk met Jan van Bezouw gebeuren? Wat gaat er met Mainframe gebeuren? Wat gaat er met de dorpsteam gebeuren? Dat zijn de zaken die daarbij aan de orde gaan komen. Het tweede agendapunt betreft de bouw daar in het centrum. En die is dus nauw verbonden met de mogelijkheden die er gecreëerd worden in het Jan van Bezouw. Maar hoe zat het nou ook alweer met al die scenario's voor het Jan van Bezouw? Daarvoor heb ik hier bij me staan Ton Haan, lid van het bestuur van SCAG. Maar hij zat ook in de werkgroep die de voorbereidingen gedaan heeft om tot een advies aan het college te komen. Ton komt erbij staan, heel hartelijk welkom. Fijn dat je hier nog wilt zijn. Dag Harry. En jij komt straks ook nog als inspreker, heb ik begrepen. Ja. Maar laten wij eerst even samen kijken, wat was er nou eigenlijk precies aan de orde? Er lagen drie scenario's voor. Kun jij ze nog even oplepelen? Ja, natuurlijk. Drie scenario's die de werkgroep heeft voorgesteld. Denkbare mogelijkheden. Het eerste is, maak zoveel mogelijk gebruik van het bestaande Jan van Bezouwhuis door zoveel mogelijk maatschappelijke instellingen naast de culturele instellingen en verenigingen onder één dak te brengen. Gewoon een ontmoetingsplaats voor iedereen. Het gebouw optimaal benutten en zoveel mogelijk mensen onder één dak. Scenario 1. Scenario 2 is een idee, je zou misschien een appartement in kunnen maken. En het gedacht werd toen aan de mogelijkheid aan de voorzijde, het deel dat boven de bibliotheek is, we noemen dat de U-vleugel, om daar een appartement in te maken. Nou, dat zou technisch gezien zou dat haalbaar zijn. Financieel is dat zeer twijfelachtig. En een derde mogelijkheid is in plaats van appartementen daar een hotel in te maken. En je zou natuurlijk afvragen, hoe kom je nou met het idee van een hotel? Nou, er heeft zich ooit iemand gemeld in het verleden en die zei, dat lijkt mij prima plan om daar een hotel van te maken. Om die aan mijn activiteiten te verbinden. Nou, dat zijn kortom de drie mogelijkheden. En in de twee laatste mogelijkheden van appartement of hotel praat je dus over een afscheiding van een deel van het gebouw ten behoeve van, laten we zeggen, een woonfunctie of een hotelfunctie. Maar dat betekent dat het dan naar een andere eigenaar gaat? Ja. Ja, of houdt de gemeente het dan toch en wordt het gehuurd? Of? Nou, wij kunnen ons eigenlijk niet voorstellen dat de gemeente graag een hotel gaat exploiteren. Nee, of misschien wat de mensen op te vervangen, dat weet ik niet. Maar misschien, ik kan me voorstellen dat de woningbouwvereniging... Ja. Dat die wellicht geïnteresseerd is, dat weet ik niet. Dat moet allemaal onderzocht worden. Maar het probleem is met appartementen is dat je aan de buitenkant van het gebouw niets mag veranderen. Omdat het een rijksmonument is. Ja. Een ander punt is dat je mag er bijvoorbeeld ook geen balkons aan maken. Dus de vraag is of je daar wat voor soort appartement je daarin krijgt. Nou, de enige mogelijkheid die dan wellicht overblijft is hele kleine, simpele appartementen zonder, laten we zeggen, een balkon waar je alleen maar een raam openzet. En last but not least heb je ook nog het probleem, wat natuurlijk ook speelt bij nieuwbouw en de gemeente heel actueel is de parkeerdruk. Hoe ga je om met het parkeren? Nou, dat zijn allemaal vragen die allemaal nog openstaan en waar geen antwoord op is. Nee. Maar betekent dat er dus eigenlijk drie scenario's voor lagen? Nou heb ik begrepen dat de werkgroep één scenario eigenlijk als hun populairste model hebben gezien. Ja,
Dat klopt. En dat is scenario 1, namelijk zoveel mogelijk partijen die verdeeld zijn nu over het dorp, zoveel mogelijk onder één dak brengen en het pand niet verkopen, omdat de gemeente, we vinden dat de gemeente een juweeltje in de handen heeft wat je optimaal moet benutten. Wat beter benut kan worden dan nu, maar je kunt het beter benutten door er meer instanties in onder één dak te zetten. Nou, en wij vinden zelfs, en dat zal ik vanavond ook bepleiten in de raad, dat je aan die twee andere onderzoeken niet eens moet gaan beginnen. Je moet eerst kijken, wat kan ik onder eigen dak aan maatschappelijke voorziening onderbrengen, binnen de middelen die wij nu hebben, voordat je überhaupt aan gaat denken om te verkopen. Nou is het, dat is natuurlijk lijnrecht tegenover wat het college in eerste instantie wilde, want die wilde het eerste scenario niet eens doorrekenen. Nee, en anderen zijn ook niet doorgerekend. Is inmiddels wel duidelijk geworden en de echte motieven die ken ik, namelijk men wil graag snel geld zien. Omdat men kennelijk, men zit er niet al te breed voor, financieel gezien, begrijp ik. Maar men heeft geld nodig voor de financiering, voor herbouw, renovatie, onderhoud van het Millwil. En, ik heb ook laten vertellen, voor de geluidswal A58. Ja, maar tijdens de beeldvormende vergadering kwam de wethouder Janneke van der Hout al meteen met een toezegging ten aanzien van scenario 1, wat eerst door het college niet onderzocht zou gaan worden. Ja, nou, dat getuigt van de realiteitszin die ze heeft, want er is natuurlijk voldoende weerstand geweest, voldoende geluiden. En ze heeft eieren voor de geld gekozen om toch te kiezen om ook dit scenario te gaan onderzoeken. Waar wij ons zorgen over maken is dat ook tijd en geld besteed gaat worden aan die andere scenario's. Wij vinden dat je eerst moet kijken, wat ik al gezegd heb, kijken wat je onder eigen dak kunt doen, voordat je kosten gaat maken om te kijken wat de verkoop zou betekenen. Bovendien, een verkoop zit er nog een hele hoop bezwaren aan. En zijn jullie nu tevreden met deze concessie? Nee, nog niet. Nee, wij gaan eigenlijk voor het optimale. En het optimale is, en dat hebben ook gebruikers van, laten we zeggen, het Jan van Mezouw duidelijk gemaakt. We moeten proberen te onderzoeken wat is haalbaar om alles onder één dak te brengen. En wat het mooie is, er zijn heel veel onderzoeken geweest in het verleden. Alleen op een of andere manier zijn daar geen besluiten over genomen. Het enige besluit dat overgenomen is, we doen er even niks mee. En dus wij hebben als werkgroep ook gezegd, het slechtste besluit wat je als gemeenteraad nu kunt nemen is geen besluit nemen. Doe in ieder geval wat, want er moet wat gebeuren. Linksom of rechtsom. Ja. En jij zat tussen die werkgroep waar je het over hebt en die dat voorstel nu doen. Daarmee denk ik dat je ook wel van alle mensen die commentaar hadden op het voorstel van het college een beetje verwoord wat zij ook allemaal vonden, hè? Dat die maatschappelijke functies allemaal bij elkaar zouden moeten blijven. Maar wat ook wel bijzonder is, het is interessant te weten wie er dan allemaal in die werkgroep zaten. Nou, zo groot was de werkgroep niet. Vanuit de SCAG zat ik erin, vanuit het bestuur. En verder zat de toenmalige directeur Sander Weusink erin. En later opgevolgd door Judith Roodmans vanuit het management. Nu, dat is de kant van de Jan van Mezouw. En de kant van de gemeente zaten daarin een strategisch beleidsambtenaar Janke Bolt. En de beleidsambtenaar cultuur, Chrissy Kuipers. Daar zaten dus mensen van de gemeente bij. Ja. En toch heeft het college een ander besluit uiteindelijk genomen. Ja, nou, wij hebben wel geproefd dat toen we aan de eindrapportage bezig waren, proefden wij al. En nogmaals, de commissie was unaniem met haar advies. Laten we dat vooropstellen. Inclusief de aanwezige ambtenaar, advies, scenario 1. Wij voelden wel aankomen. Wij kregen signalen dat het college daar heel anders over dacht. Althans, dat er verdeeldheid binnen het college was. Althans, verdeeldheid binnen het ambtenarenapparaat die daarover moest adviseren. Oké, nou, dus ik denk dat het nu wel een beetje duidelijk is hoe de zaken erbij staan. Het is alleen nu nog even afwachten wat er gaat gebeuren. En heb je al signalen vanuit de raad gehoord? Nee, nog geen enkel. Maar ik heb eigenlijk wel vertrouwen in dat het goed gaat. Want deze raad die handelt wel verstandig. Daar ga ik vanuit. Dat ze gewoon rationeel goede beslissingen nemen. En daar sturen wij op aan. Het belangrijkste is dat de raad beslissingen neemt op basis van juiste feiten. Dus wij proberen zoveel mogelijk feiten aan te dragen om die beslissing zo makkelijk mogelijk te maken. Oké. Ton, heel hartelijk dank. Veel succes zo meteen bij de vergadering en het inspreken. Ja. En jullie hopen natuurlijk allemaal dat de raad jullie advies gaat volgen. Ik heb het volste vertrouwen in. Oké, dankjewel. Okay. En veel succes vanavond. Okay.
En we hebben nu al heel veel meningen gehoord in de afgelopen tijd over de gebruikers. En die werden zo'n beetje door Ton wel allemaal verwoord. Een ander geluid was er in de beeldvormende vergadering vanuit de mensen van Mainframe. Want die vonden het eigenlijk wel plezierig als zij in het huidige gebouw zouden kunnen blijven zitten. De mening die we nog niet kenden was die van het dorpsteam en dus van Contour de Twernd, want die sturen dat aan. En daarom zijn we erg benieuwd wat zij ervan vinden. Ik heb begrepen dat zij vanavond ook inspreken. Ik heb ze ook gevraagd om hier voor de camera te komen reageren, maar men kon nog niet op tijd aanwezig zijn. Mogelijk dat we straks dus in de pauze die ik al eerder noemde, hen nog even kunnen spreken hierover. En anders dan zult u moeten luisteren naar de mening van het dorpsteam van Contour de Twerm op het moment dat zij in gaan spreken. En ik zei het daar straks al, het andere raadsvoorstel betreft het onderzoek naar de centrumlocaties. Want de keuze van het scenario die het uiteindelijk moet gaan worden, is ook van invloed daarop. Welke woningen, hoeveel woningen, blijft Mainframe wel staan, wordt het een nieuwbouw, blijft het niet staan en moet alles naar Jan van Bezouw? We moeten dat afwachten, wat de raad daarover gaat besluiten. En bij variant A betekent het dat er 66 woningen gebouwd kunnen gaan worden als alle instanties in het Jan van Bezouw zouden komen. Als er een maatschappelijke functie buiten zou blijven, dat zou dan waarschijnlijk Mainframe zijn, dan zou het betekenen dat we 51 woningen kunnen bouwen. En als Mainframe echt gehandhaafd blijft, en dorpsteam daar ook naartoe gaat, dan zouden we met 54 woningen gerealiseerd kunnen gaan worden daar in het centrum. Er wordt dan ook altijd gebouwd in de verhouding 30-40-30, dat betekent 30% sociale huurwoningen. En dat zal dan de woonstichting met name doen en 40% middelduur en 30% duurdere woningen. En lijststromen, zoals gezegd, is dan wel geïnteresseerd in het feit van de sociale huurwoningen. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van de vergaderingen voor vanavond. Want de agenda is zo vol dat er ook al afgesproken is om morgen door te gaan met de rest van de agenda. Helaas kunnen wij daar geen beeld van geven, omdat er andere programmering is bij de log morgen. Dus dan zult u het via de streaming van het gemeentehuis moeten doen. Maar het is een drukke week voor de politiek deze week. Want aanstaande donderdag dan zitten de politieke partijen weer hier in de raadzaal. En die bijeenkomst, dat is een hele belangrijke. Want dan, zoals u weet, is er op dit moment geen coalitie meer. Die is uit elkaar gevallen. Er zal dus een nieuwe coalitie moeten komen. Een nieuw bestuur moeten komen van onze gemeente. En ja, wie gaat dat dan worden? En dat gaat men in een vergadering op een nieuwe manier doen. De eerste keer dat er in Goorle in een openbare vergadering informatie met elkaar gedeeld wordt over hoe dat elke partij vindt dat de nieuwe coalitie eruit zou moeten gaan zien. En degene die daar een beetje sturing aan moet gaan geven, dat is de informateur. Nout Derks, zoals u mogelijk al gelezen of gehoord heeft. En die hebben we hier nu bij ons, bij de camera. En we gaan met hem even kijken, alvast een vooruitblik naar donderdag en wat daarna eventueel komt. Meneer Nout Derks, van harte welkom. Fijn dat u hier even bij ons wil komen om het een en ander uiteen te zetten. Voor zover dat allemaal al mogelijk is. Maar Nout Derks, wie is dat eigenlijk? Nou, Nout Derks is een inwoner van Goorle. Ik woon hier nu 18 jaar. Ik ben getrouwd. Kinderen zijn het huis uit. En ik heb bouwkunde gestudeerd in een ver verleden. Lang bij de gemeente Tilburg gewerkt. De laatste 10 jaar bij de gemeente Tilburg als gemeentesecretaris en algemeen directeur. En daarna ben ik directeur ruimte bij de provincie geweest en directeur projecten en vastgoed. En toen heb ik de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Ja, dus heel wat ervaring met het gemeentelijke en ook provinciale bestuur. Maar hier is dan met name de provinciale bestuur, of het stedelijke bestuur van belang. En u bent gevraagd om informateur te zijn. Ja, dat klopt. Ik ken eigenlijk van de gemeentelijke politiek in Goorle ken ik eigenlijk niemand. Dus ik ken geen raadsleden, ik ken geen wethouders. Maar wie ik wel ken, is de burgemeester. Daar heb ik zowel bij de gemeente Tilburg als bij de provincie mee samengewerkt. En ik zit dus in het netwerk van de burgemeester. En de grootste partij, lijst Riel Goorle, heeft aan de burgemeester gevraagd of hij in zijn netwerk iemand had die informateur zou kunnen worden. En zo is men op mij gekomen. Ja. U kent niemand in de raad en dergelijke. Nee. Betekent dat u ook de politiek helemaal niet volgt in Goorle? Vanuit de krant. Dat wel. Ja. Ja. En, maar ook zelf geen politieke binding? Nee, ik ben geen lid van enige politieke partij. Nou, dat is natuurlijk voor een informateur altijd een plus. En mogelijk dat ze beter daarom aan u gevraagd hebben. Maar ze zullen toch ook wel naar uw ervaring gekeken hebben, neem ik aan. Om te kijken of u tot deze moeilijke klus daar een begin in ieder geval mee kunt maken als informateur. En ik begrijp dat lijst Riel Goorle u daarvoor gevraagd heeft. En welke opdracht heeft u eigenlijk meegekregen? Nou, ik heb even nog even terug naar de lijst Riel Goorle. Meteen gezegd in het eerste gesprek, ik heb trouwens maar één gesprek gehad met hun, dat ik dat wel zou willen doen als ik onafhankelijk zou kunnen zijn. Dus ik heb nu een opdracht van de raadsgriffier gekregen. Want de raadsgriffier is er voor iedereen, voor elke partij. En die opdracht die luidt dat ik op zoek moet gaan naar een stabiele coalitie die breed draagvlak heeft in de gemeenteraad. En hoe gaat u dat aanvliegen? Nou, ik heb vorige week heb ik met alle fractievoorzitters en hun secondanten heb ik gesprekken gevoerd. Kennismakingsgesprekken, want je moet de mensen natuurlijk kennen. En daarnaast heb ik met de griffier zitten te brainstormen over hoe kun je zo'n procedure snel en effectief vormgeven in een publieke context. Want normaal gebeurt dat achter de gesloten deuren en hier gaat dat in het openbaar gebeuren. Maakt het dat extra moeilijk voor u? Nee, voor mij maakt dat eigenlijk niet zoveel uit, moet ik zeggen. Nee. Maakt mij eigenlijk niet uit. Nee. Ik denk dat het voor de politieke partijen lastiger is dan voor mij, want die moeten donderdag, dat is de eerste raadsbijeenkomst van de twee raadsbijeenkomsten die we organiseren, een beetje met de billen bloot. Nou, wat we gaan doen, dat is, we gaan in vier rondes ga ik vragen stellen aan de politieke partijen. Alle partijen achter elkaar. Ik begrijp dat u de vergadering ook voorzit dus. Ja, die voorzit ik ook voor. En die vragen, de antwoorden die ik daarop krijg, die moeten mij voeden om tot een goed advies te komen. Maar die antwoorden zijn ook belangrijk voor andere politieke partijen, omdat ze daarmee hun mening goed kunnen vormen over wat ze uiteindelijk als gewenste coalitie zien. Ja. En u zei de eerste ronde, er zijn meerdere rondes. Ja, de eerste ronde ga ik vragen van, wat vindt u de meest gewenste coalitie? En eventueel mag men er twee noemen. Dan mogen andere partijen daar nog een vraag over stellen, maar een verdiepende vraag. Dus niet een vraag om de vraag, maar echt om meer te weten te komen. Het is alleen maar vragen en antwoorden. Het is geen debat, geen standpunten. Dat is de eerste ronde. De tweede ronde ga ik dan vragen van welke punten wil je eigenlijk in een bestuursakkoord geregeld hebben en hoe denk je daar ongeveer over? Geef een als voorbeeld zou een partij kunnen zeggen, ik wil graag dat er over de Milieustraat een paragraaf in het bestuursakkoord komt en wij zouden hem eigenlijk wel gratis willen. Dat zou, dat is een willekeurig voorbeeld uiteraard, maar nou, dat gaat in die tweede ronde gebeuren. In de derde ronde ga ik dan vragen van, wat zijn punten, breekpunten? Zijn er ook partijen bij die u uitsluit? Want dat moet je natuurlijk als informateur ook weten. Dan is er een pauze, want die eerste drie vragen kunnen de politieke partijen voorbereiden. Dan is er een pauze en die vierde vraag kunnen ze niet voorbereiden. Want dan ga ik vragen, nu je dit allemaal gehoord hebt, blijf je bij je
standpunt in de eerste ronde? Of geeft dat jou aanleiding om nog een andere combinatie voor te staan? Dat gebeurt in de vierde ronde. En dan hoop ik dat we binnen 4 uur dat allemaal geregeld krijgen. Ja. Nou, dat hopen wij inderdaad ook, want om 12 uur dan gaan wij van de zender automatisch af. Dus ik hoop dat het voor die tijd allemaal rond is. Maar we kunnen het in ieder geval uitzenden, wat eigenlijk niet gebruikelijk is voor de log om 8 uur. Maar we moeten om 8 uur beginnen. Dus het eerste gedeelte zal ik samenvatten en daarna gaan we integraal rechtstreeks naar de bijeenkomst kijken. Maar u zei, er komt nog een tweede bijeenkomst. Ja, op basis van de informatie die ik in die eerste bijeenkomst heb gekregen, ga ik een voorstel formuleren en dat ga ik presenteren aan weer in een raadsbijeenkomst. En dat is op 8 mei. Dat is uw advies, zeg maar, aan de raad? Juist, dat is mijn advies aan de gemeenteraad. Dan presenteer ik dat advies. Daar kan dan vragen over gesteld worden, want men wil natuurlijk weten hoe ik tot zo'n voorstel ben gekomen. En vervolgens moet er op die 8 mei ook een besluit genomen worden welke partijen dat met elkaar aan tafel gaan zitten voor de formatie van een nieuwe coalitie. Ja. En dan is het 8 mei en dan weet de raad wat uw advies zal zijn. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Dan is het logisch dat er een formatieronde gaat starten. En of ik formateur word, dat weet ik niet. We hebben afgesproken dat we dat van beide kanten op dat moment bekijken. Of het mij bevalt en of het de politieke partijen bevalt. Maar het zou zo kunnen zijn dat ik ook formateur word. En dan ga je met elkaar om tafel zitten om inhoudelijk te spreken over welk programma dat het college wil uitvoeren. Misschien lijkt het wel heel veel op het huidige programma. Dat zou best wel eens kunnen. En je gaat natuurlijk ook spreken over wie er in een college komt te zitten. Ja. Nou even over die 8e mei. Dan gaat er dus gesproken worden over uw advies, neem ik aan. Ja. Want u brengt uw advies uit en vervolgens vindt er daarover een debat plaats. Ik denk niet dat het een veel debat is. Ik denk dat het veel meer vragen stellen is. Ja, ja. Van hoe ben je tot zo'n advies gekomen? En uiteindelijk moet er wel een besluit genomen worden. En dan, ja precies. Dus de raad gaat dan gezamenlijk een besluit nemen hoe nu verder? Ja, klopt. Ik ben ontzettend benieuwd hoe dat gaat lopen natuurlijk. U misschien waarschijnlijk ook. Ik ook. En of er dan mogelijk een vervolg voor u nog aan zit, dat is afhankelijk van hoe het verloopt en beide partijen bevalt. Precies, dat klopt. Okay. Nou, heel hartelijk dank voor deze duidelijke uitleg. En heel veel succes met deze informatie. En ik hoop, en wij hopen met z'n allen, dat het veel korter gaat duren dan de informatie of de formering die er aan het begin is geweest van deze periode. Dat lijkt me het beste, ja. Oké, dankjewel en veel succes. Graag gedaan. Ja, dames en heren, beste kijkers, hiermee hebben wij vooruitgekeken naar aanstaande donderdag. Want dan zal dus die eerste informatiebijeenkomst zijn waar gekeken gaat worden. Nou, welke partijen gaan er nou in de toekomst samen een coalitie vormen en wie gaan er dan uiteindelijk het dagelijks bestuur vormen in het college? Tot zover dit moment. We pauzeren even tot half 8, want dan begint de vergadering van vanavond met de Hamerraad. En om 8:15 is dan de oordeelsvormende vergadering waar vele insprekers zijn, heb ik begrepen. Dus gaat u er maar eens op uw gemak voor zitten. Prettige avond. Marco Kiezenberg, heel hartelijk welkom. En even jouw functie bij Contour de Twern. Ik ben directeur bij Contour de Twern. En daar ook vandaag hier aanwezig om in te spreken. We zijn degene die het dorpsteam vormgeven en daar verantwoordelijk voor zijn. Dus ik ga zo direct daar ook al inspreken in deze belangrijke vergadering. Ja. En we hebben tijdens de beeldvormende vergadering een heleboel meningen gehoord van allerlei gebruikers van het Jan van Bezouw. En ook van Mainframe bijvoorbeeld. Maar die van de Contour de Twern, aansturing van het dorpsteam, die kenden we nog niet. Dus heel erg benieuwd welk scenario dat jullie nou eigenlijk voorstaan. Waar zou het dorpsteam het beste passen? Ja, het dorpsteam, hè, waar ook het jongere team van Stichting Jong ook onder valt. Hè. Zij maken ook onderdeel uit van het dorpsteam. Ja, wij kijken bij voorkeur op dit moment nog naar het pand van Mainframe. Om daar eigenlijk alle functies die daar nu plaatsvinden, maar ook het dorpsteam te gaan vestigen.
Omdat ons eigenlijk opvalt in het debat op dit moment is dat het mainframe en het Jan van Bezouw tegenover elkaar gezet worden. En wij zien juist heel mooie kansen om te verbinden. Je hebt meerdere groepen, meerdere mensen met meerdere behoeftes. En wij denken dat het pand van mainframe zich ook prima leent voor mensen die zich misschien wat minder goed thuis voelen. In het Jan van Bezouw of bijvoorbeeld voor groepen jongeren. Ja, die net wat meer overlast soms geven, net wat meer ruimte nodig hebben. Ja, je kunt ook kijken naar twee plekken die heel goed met elkaar verbonden zijn. Want er zijn natuurlijk ook groepen jongeren die misschien prima in het Jan van Bezouw dingen zouden kunnen ondernemen. Dat we zeggen, laten we kijken hoe we die twee heel goed met elkaar in verbinding samen kunnen laten. En hoe zou dat fysiek eruit zien dan? Fysiek zou dat eruit kunnen zien dat het dorpsteam, ook de achterwacht daarvan, in mainframe geplaatst zou worden. Dat we goed kijken hoe daar ook ruimte voor de jongeren geplaatst kan worden. Maar ook de huidige gebruikers van mainframe, er zijn ook andere huurders, daar een plek vinden voor mensen die in het Jan van Bezouw zich misschien wat minder thuis voelen. Die locatie en dat pand lenen zich daar prima voor. Er hoeft geen nieuwbouw voor te komen. Het kan ook gerenoveerd worden. Het hoeft voor ons niet per se nieuw gebouwd te worden. Het kan ook prima gerenoveerd worden. Ja. Oké, okay, nou is het zo dat het college aanvankelijk voorgesteld heeft om juist die scenario's te gaan onderzoeken en verder te berekenen. En het scenario wat de werkgroep voorgesteld heeft is juist om al die maatschappelijke functies, inclusief dorpsteam, in het Jan van Bezouw te doen. Om daar plaats te nemen. Ja, dat klopt. Dat hebben we gezien. En wat we heel erg goed vinden is nou dat alle drie de scenario's ook goed bekeken worden. Zowel uit financieel oogpunt, maar ook uit maatschappelijke waarden die ze opleveren. En die waarden die ik net benoemd heb, die wij ook toekennen aan mainframe. Ja, ik hoop dat die ook heel goed gewogen gaat worden in dit debat. Want dat belang is er ook. Hè, van groepen die zich misschien op een andere manier, op een andere plek iets meer thuis voelen. En laat ik ook vooral niet vergeten, hè, wij ontvangen veel mensen met ondersteuningsvragen. Die soms wel wat ingewikkelde vragen hebben. En die hebben ook heel veel privacy nodig om die vraag op een goede plek beantwoord te kunnen krijgen. En daar in alle vrijheid te kunnen praten. Nou, ook dat geeft ons de aanleiding om te denken, kijk goed naar het pand van mainframe, kijk goed naar het Jan van Bezouw en combineer de kansen die beide locaties bieden. Zodat iedereen in Goorle die een plek in het centrum bezoekt, die ook kan gaan vinden. Okay. Want in het Jan van Bezouw zou er wat minder privacy zijn vanwege het feit dat er zoveel mensen. Ja, dat is natuurlijk veel meer reuring. Soms is daar minder privacy. Mensen zullen dat iets minder makkelijk binnenlopen. Jongeren die wat overlast maken, kunnen voorstellingen misschien wel verstoren. Nou ja, het zijn allemaal elementen die je heel goed moet wegen in het totaal van die maatschappelijke waarden die het dorp toch nodig heeft. Oké, okay. Nou, dan kennen we inmiddels ook het standpunt van Cultuur de Twern. En hoe het met het dorpsteam zou moeten gaan en de symbiose eigenlijk met de mensen van mainframe. En, ja, naar die symbiose, die complementariteit van die twee, gaan wij graag met de gemeente natuurlijk naar op zoek. Oké, okay, nou, dan krijgt de raad er nog wat denkwerk bij. Bij deze zienswijze en heel veel kennen ze er al. Maar we zijn met u heel benieuwd hoe dat het uiteindelijk allemaal uit gaat pakken. Zeker, we wachten het af. Ja. Heel hartelijk dank dat je even hier naartoe wilde komen. Hè, want het was allemaal druk. Maar fijn dat het even is gekund en deze pauze daarvoor hebben kunnen gebruiken. Graag gedaan, dank u wel. Oké, okay, dankjewel en veel succes ook meteen. Jullie ook. Ja, beste kijkers, ik zei het al, we kennen nu de mening van Contour de Twern ook. En we zullen af gaan wachten hoe dat de raad al deze adviezen gaat wegen. En zometeen gaan ze daar met elkaar over in debat, want het is een oordeelsvormende vergadering waarbij deze zaken besproken worden. Maar zoals ik al zei, voordat het debat gaat beginnen, zullen er heel wat insprekers zijn die hun mening geven over hoe dat het eigenlijk allemaal het beste zou kunnen in het Jan van Bezouw. Dus daar wachten we even op. 7:15 gaan we verder.